Zoals je misschien wel weet maak ik iedere maand een video over crypto. Dat is halverwege de maand en dan ga ik 100 euro in investeren. Ik vertel een beetje over wat ik denk en wat ik de laatste week heb gezien. Maar nu wil ik juist vaker een update geven, dus daarom ook deze video. Omdat ik merk dat er weer veel mensen geïnteresseerd zijn in crypto en er ook weer veel gebeurt. Dus in deze video wil ik gaan kijken naar wat belangrijke gebeurtenissen, belangrijk nieuws van de afgelopen week. Zodat we juist meer informatie hebben en dus ook betere beslissingen kunnen nemen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. In deze video gaan we dus kijken naar crypto. En laten we dan deze video gaan beginnen met de Fear and Greed Index. Met deze index krijgen we snel een beeld van hoeveel angst of juist hebzucht er is. De index staat nu op 73, dus er is wel sprake van greed, maar het valt op zich nog mee... Vorige week was het 76, dan valt het net in extreme greed. Maar het is wel weer in ieder geval meer dan een maand geleden toen we een score zagen van 49. Dat zien we ook als we kijken naar de trend van het afgelopen jaar. Je ziet duidelijk een hype eind vorig jaar, begin van dit jaar. Eigenlijk was alles stond boven de 80 en vaak zelfs nog boven de 90. Toen kregen we dus een flinke daling in de zomer. En nu zien we juist de laatste tijd weer wat pieken en ook weer wat dalen. De index komt tot stand door verschillende zaken te meten, zoals volatiliteit, volume, social media, trends en dominantie van bepaalde crypto's. Dus pauzeer even dit, uh, dit beeld als je het uitgebreid wilt gaan lezen. En we zien dus dat we eigenlijk alweer wat hoger in de score zitten, hoger vergeleken met een maand geleden. En ik denk ook dat het nog zelfs hoger gaat komen, dat we weer juist richting die extreme greed gaan. Dat maak ik op uit mensen die ik spreek in mijn omgeving, berichtjes die ik lees in onze community bijvoorbeeld. Maar zeker ook als we gaan kijken naar de modellen van bijvoorbeeld Plan B... En dan heb ik het specifiek over het stock-to-flow model. Dit model heb ik al vaker besproken. Maar dat komt natuurlijk omdat het telkens weer een goede inschatting maakt. Het geeft gewoon duidelijk ook weer waar we zitten en wat we eventueel nog kunnen verwachten. Hierbij kijken we dus vooral telkens ook naar de dagen tot aan de volgende halving. Oftewel, uh, ja, gebaseerd op eerdere momenten zie je dat rond dit moment, als we het baseren op de kleur, er vaak nog juist een piek komt in de koers van Bitcoin. Plan B, de maker dus van dit model, heeft al eerder wat verwachtingen gegeven van, ja, voor, zijn, voor de koersen die hij verwacht voor Bitcoin dit jaar. Dat deed hij geloof ik in juni. Hij zei toen augustus, minstens 47.000 dollar, dat had hij goed. Voor september dacht hij juist dat het weer ging dalen, in ieder geval de 43.000 dollar. We hadden die daling en ook dat had hij goed. Oktober verwachtte hij 61.000. Um, we hebben ook gezien dat hij een nieuw monthly uh, close heeft, een nieuwe all time high. Het is niet helemaal zoals je had gezegd, want volgens mij zat er, ja hij zegt zelf ook, 3% afronding in. Dat is dan 1800 dollar. Volgens mij was het zelfs die 6100 was nog, als alles heel erg tegen zou zitten, zou heel erg laag zitten en zelfs daar gingen nog iets onder. Maar laten we het even zeggen dat hij in ieder geval in de buurt zat, 3%. Maar dan zien we dus dat de volgende targets zijn voor deze maand november. 98.000 dollar en eind volgende maand, dus zeg maar kerst tot oud en nieuw, een bitcoin koers van zelfs 135.000 dollar per bitcoin. En dat terwijl nu juist de koers op dit moment zo rond de 64.000 dollar voor een bitcoin staat. En het is natuurlijk geen garantie dat dit gaat gebeuren, dit is puur een model, maar als we gaan kijken naar het verleden, dan zien we wel dat hij vaker gelijk heeft gehad, dat het model lijkt te kloppen. Dus vind ik het interessant om te volgen. Maar zoals gezegd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En laat zelf ook een reactie achter onder deze video. Wat denk jij dat er gaat gebeuren met Bitcoin? Of waar zie jij juist kansen? Uh, rondom crypto. Laat dat dus weten in de reacties onder deze video. Dat is niet alleen interessant voor mij om te lezen of voor andere kijkers, maar het helpt ook zeker het YouTube-kanaal. Want reacties worden gewoon heel erg goed gewaardeerd door het algoritme. En op die manier kunnen ze dus ook meer mensen bereiken met goede informatie uit deze video. En wil je nou beginnen met crypto, ondanks de positieve vooruitzichten die we tot nu toe hebben gezien of die we in kunnen schatten, zou ik zeker niet volledig in crypto gaan. Het is gewoon heel erg veel risico. Ben je daarvan bewust? Dus als je dat gaat doen, doe het dan voor de lange termijn. Dan heb ik het niet over weken of maanden, maar eigenlijk echt over jaren. En doe het met een klein bedrag iedere maand en maak juist gebruik van dollar cost averaging. En wil je nou dus beginnen met crypto en ben je helemaal nieuw? Ik heb een video gemaakt voor degene die willen beginnen met crypto. Hierin vind je eigenlijk alle basisinformatie die je moet weten. En wil je crypto kopen? Dan raad ik BitFavo of Coinbase aan. BitFavo heeft lagere kosten. Coinmurs heeft een breder aanbod, dus kijk even welke van deze twee het beste bij je past. En voor beide aanbieders vind je trouwens een link onder deze video. En ik zei net al dat er heel veel risico kleeft aan crypto. Maakt niet uit welke crypto je hebt, maar er zijn er wel natuurlijk verschillen. Denk bijvoorbeeld aan de topcoins zoals Bitcoin, Ethereum. Dat zijn vaak de grotere coins, daar zit veel geld achter. Er zitten ook veel grote investeerders achter die echt plannen hebben voor de lange termijn. Je ziet dat het al heel veel gebruikt wordt, dus... We hebben daar zeker nog wel een risico. Het is zeker niet zonder risico, maar het risico schat ik in ieder geval in als iets beperkter. En dat wil zeggen dat het misschien 20% daalt of stijgt in een week. Dat is veel voor mensen die bezig zijn met beleggen en aandelen. Het is heel weinig, of het kan heel weinig zijn voor in de cryptomarkt, zeg maar. Dus uh, dat is het één kant van het verhaal. Je zult namelijk ook zien dat er heel veel kleine coins zijn, altcoins of tegenwoordig zelfs memecoins. Dat zijn vaak de interessante coins, want dat zijn de coins die nog 100 keer kunnen gaan, dus keer 100 kunnen gaan. Dat vinden mensen interessant, maar het is vaak helemaal nergens op gebaseerd. Dus het risico dat het goed gaat is heel klein. En het risico dat het misgaat en dat je veel geld verliest, is juist bij dat soort dingen, schat ik in ieder geval, veel groter in. En dat zagen we ook afgelopen week. Een goed voorbeeld daarvan was de Squid Game Coin, een coin die gebruik maakt eigenlijk van de populariteit rondom de Netflix-serie van Squid Game, maar daar dus helemaal niets te maken had met die serie, was de koers een week geleden nog 15 dollar, 30 dollar per coin. Hij schoot afgelopen weekend omhoog naar 2850 dollar, waarna hij dus begin, ja volgens mij zelfs afgelopen maandag, creste naar nog geen vierduizendste van een cent op dit moment. En dat komt omdat de website nu dus niet meer te bereiken is. De ontwikkelaars lijken er van te zijn gegaan met het geld. En mensen konden hun squid coins dus eigenlijk ook niet meer verkopen. Dus vandaar is het hele vertrouwen in deze coin is gewoon weg. En kijken we dan naar een andere coin die nu heel populair is. Dat is de Shiba Inu. Dat is zeg maar een Dogecoin killer zoals ze zelf zeggen, maar het heeft verder totaal geen nut of voordeel. Dogecoin is begonnen als een grap en dat is Shiba Inu eigenlijk ook gewoon. De waarde van deze coin is gebaseerd op hoeveel mensen hem willen kopen en we zouden dus eigenlijk gewoon kunnen spreken van een piramidespel. Jij koopt deze coin Alleen omdat je denkt dat in de toekomst iemand er meer voor wil gaan betalen. Het heeft geen onderliggende waarde. Het wordt nog nergens voor gebruikt. Het is gewoon echt een meme coin. En ik zie nu dus eigenlijk gebeuren wat ik ook eind 2017 zag gebeuren. Ook toen hadden we echt een hype. De coins die toen het populairste waren, waren de coins die die dag in de afgelopen 24 uur het meest gestegen waren. Dat is geen goed plan. Dat is geen manier van beleggen of investeren. Dat is gewoon gokken. En ik vind het ook jammer dat we dat nu weer eigenlijk krijgen, dat juist YouTubers die mij hebben geïnspireerd om te beginnen met beleggen, nu juist clickbait-video's maken voor de views, voor de advertentie-inkomsten. Zij zijn degene die er waarschijnlijk flink aan verdienen, maar tegelijkertijd mensen mochten ze in een van deze coins investeren omdat er nu veel besproken wordt. Zijn dat de mensen die juist heel veel geld gaan verliezen? En nu kun je misschien ook denken dat stablecoins juist een goed alternatief zijn. De naam zegt het al, stable. Stabiel, dit is vaak bijvoorbeeld gekoppeld aan een fiatcurrency, een, een valuta zoals de dollar. En stablecoins zijn dan vooral populair als je ergens in een crypto zit en je wil daar uitstappen, maar je wil dat geld niet omzetten naar dollars, naar fiatgeld, naar echte valuta. Uh, je wilt dat gewoon eigenlijk in crypto houden, dan zijn stablecoins uh, fijn omdat je naderhand ook weer snel juist in kan stappen in een andere cryptocurrency, zonder dat je eigenlijk te veel te maken hebt met dat het eigenlijk ook stukken uh, minder waard kan worden, omdat het juist gekoppeld is aan een dollar bijvoorbeeld. Dat klonk dus heel interessant, maar wat we nu zien is dat eigenlijk de Amerikaanse overheid ook uh, stablecoins wil gaan reguleren of in ieder niveau toezicht erop wil gaan houden, omdat de bedrijven achter deze stablecoins natuurlijk het geld veilig moeten zetten. Zij ontvangen geld als je stablecoins koopt, maar ze kunnen het ook weer. Ja, klanten kunnen het ook weer omwisselen. Als ze de bedrijven erachter dus het goed hebben gedaan, dan hebben ze heel veel geld achter de hand. En als ze slim zijn, dan zetten ze dat weg op bankrekeningen of op veilige beleggingen voor de lange termijn. Maar wat je nu dus krijgt is: stel de hype die we nu zien bij crypto, die gaat nog eventjes door en dan wil in één keer iedereen zijn geld ophalen. Als dat het geval is, dan wil, uh, ja, lever jij dus je stablecoin in, dan moeten zij heel veel en heel snel hun beleggingen verkopen, waardoor het risico ontstaat dat die beleggingen minder waard worden en ze dus eigenlijk gewoon een tekort hebben. Een beetje wat je kunt vergelijken met wat je bij banken hebt en wanneer we dan over een bankrun spreken. Wanneer iedereen op hetzelfde moment hun geld op zou halen, een bank heeft dat gewoon niet liggen en zeker niet liquide. Dus als ik het nieuws van de afgelopen week kijk, dan zou ik zeggen: behandel cryptos heel erg serieus. Uh, eigenlijk net zoals je dat met aandelen zou gaan doen. Maak echt een plan. Zelf heb ik ook behoorlijk wat geld in crypto zitten, maar dat is vooral eigenlijk in de top 3 coins. Ik denk dat daar iets minder risico is. Uh, aan de andere kant, ik heb mijn inleg heb ik al uitgehaald. Ik heb daar al winst genomen. En het geld dat ik nu nog geïnvesteerd heb in crypto, dus is eigenlijk alleen winst. Mocht deze hype komen en doorgaan, ben ik ook van plan zeker nog vaker winst te nemen. Uh, ik ben me bewust van de risico's, maar ik houd het wel in ieder geval goed in de gaten. Maar let niet op mij, kijk vooral naar jezelf en naar je eigen situatie. Kijk ook niet naar degene die miljonair zijn geworden met een bepaalde coin, een altcoin, een memecoin. Dat zijn degene die je wel ziet in het nieuws, die je wel ziet op social media. Maar besef ook dat dat er maar een paar zijn, dat de kans dat jou dat lukt heel erg klein is. En op hetzelfde moment dat er iemand miljonair wordt, zullen er vaak heel veel aan mensen aan de andere kant staan. Die tegelijkertijd dus heel veel geld verliezen. Grote kans dat jij juist een van die mensen zult gaan worden. Dus als je wilt beginnen met crypto of met aandelen, of al begonnen bent, zorg in ieder geval altijd dat je goed je onderzoek doet. Dat je een plan maakt en dat je voor de lange termijn gaat. Maar dat is hoe ik er tegenaan kijk. En zeker sinds de situatie van eigenlijk de laatste weken: je ziet het veel meer in het nieuws komen. Ik zie gewoon dat die greed, extreem greed er eraan komt. We krijgen hype, we krijgen FOMO, dus ga daar zeker op letten. Tenminste, ik ga daar zeker op letten. Laat vooral ook weten hoe jij hier tegenaan kijkt en hoe jij je misschien wel juist hierop voorbereidt. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.